Je kijkt naar een nieuwe aflevering van Beeldbrengers. Het nieuwe programma waar wij zelf de touwtjes in handen nemen. Wij zijn de nieuwe generatie mediamakers. We vragen ons af, we zoeken het uit. Wij bedenken het en maken het. Kijk met ons mee. Ook deze week hebben de Beeldbrengers een evenement bezocht. Check hier de reportage. Yes, dames en heren. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Beeldbrengers. Vandaag zijn we weer bij een nieuw evenement, namelijk de Techniekdag op het Technovium Nijmegen. Ik ben niet heel technisch, dus ik ga kijken wat ik hier kan leren en we gaan jullie meenemen. Yes, ik sta hier naast iemand van de organisatie van het evenement, namelijk... Marloes van Haren. Wat is eigenlijk de reden achter het organiseren van dit evenement? Het is een heel groot techniekpromotie-evenement. Kinderen uit de leeftijd van 8 tot 14 die komen hier gewoon kijken hoe leuk techniek en technologie is. Iedereen is welkom, want iedereen heeft ermee te maken in het dagelijks leven. En wij laten hier samen met de bedrijven en alle opleidingen zien hoe goed wij kunnen samenwerken en wat voor een mooie toekomstperspectief daar eigenlijk in zit. En bent u zelf eigenlijk ook een beetje technisch? Ik ben niet super technisch qua inhoudelijk techniek, maar ik kan wel heel makkelijk iets programmeren of iets ontwerpen en maken. Dat lukt me wel, ja. Oké. Okay. Ik zie dat, dat achter ons ook van alles gebeurt. Want waar zijn ze hier eigenlijk mee bezig? Ja, hier zijn ze aan het programmeren met Lego Mindstorm. Dat is de ICT-opleiding en die werken dat samen met kinderen door, ja. Dan vragen wij ons ook af, hoe loopt de dag vandaag eigenlijk? Ja, ik ben heel tevreden. Ja, we hebben een mooie opkomst, veel bedrijven die meedoen en veel bezoek. Ik ben hier met... Finn. En waarom ben je vandaag op deze techniekdag? Ja, om leuke dingen te doen. Ja. Want wat heb je bijvoorbeeld allemaal gedaan? Ik heb een bootje op met een ballon gemaakt om hem vooruit te laten komen. En ik heb een katapult gemaakt. En gel gemaakt en dat soort dingetjes. En wat vond je het allerleukste om te doen? Pannenkoeken eten. Dit zijn mijn tekenskills, jongen. Ik sta hier naast een leraar van de Vex IQ. Spreek ik dat goed uit? Ja, dat spreekt hij goed uit. Oh, kijk, gelukkig. Wat is het precies voor een apparaat eigenlijk? Het is een robot met motors en sensors erop. Maar het mooie van deze robotsysteem is de competitie er rondomheen. Dus de studenten die bouwen de robot, die programmeren de robot. En dan moeten ze samenwerken met een ander team om zoveel mogelijk punten te scoren in de challenge. Wat kan deze Vex IQ precies allemaal? Dat ligt eraan wat je bouwt. Het kan van alles. Ik heb een student die heeft een pianospelende robot gebouwd. Met, ik denk, een stuk of 20 motors en ik weet niet hoeveel sensors erop. Vind je het leukste? Wat ik het leukste vind? Ja? Ik vind het leukste, denk ik, dat er heel veel dingetjes gebeuren. Dat je heel veel dingen kunt leren hier. Dat er heel veel gemaakt kan worden. Oké. Okay. Wat vind jij het leukste? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, dit was dus de techniekdag. We hebben veel gezien en veel geleerd. Ben jij nou ook geïnteresseerd in een techniekopleiding? Check dan even ROC Technovium Nijmegen. En vond je dit nou een leuke aflevering? Check dan ook even ons YouTube kanaal, namelijk Beeldbrengers TV. Dit was Jordi en ik check jullie de volgende keer weer. Bang! Vandaag behandelen we jullie dilemma's en ik vraag dit voor een vriend. Ik ben student en hou heel erg van uitgaan en drinken. Vaak ben ik 1 of 2 keer in de week heel dronken en drink ik gemiddeld 3 keer per week. Los daarvan sport ik heel veel en zou ik graag volgend jaar mee willen doen aan de Ironman Marathon. Maar ik merk dat ik een drankje echt niet kan weigeren. Wat moet ik doen? Paul, 20. Hey Paul, mijn beste advies is gewoon minder uitgaan. Probeer dingen te gaan doen met je vrienden. Probeer je vrienden over te halen om andere dingen te doen die niet te maken hebben met zuip. Easy as that. Hoe graag wil je het? Er is een noodzaak en een verlangen nodig in het leven om uiteindelijk het ook echt te willen en om het ook echt te kunnen.
Ik zeg tegen Paul, die misschien nu gaat kijken, Paul of mensen zoals Paul, noodzaak en verlangen is dusdanig belangrijk om alles in het leven min of meer te hacken, te handelen en ook echt gewoon als een baas te doen. Oké, ja, als ik Paul was, zou ik even een tijdje minder met je vrienden omgaan. Ga gewoon iets leuks doen, zoals een film kijken thuis, zet je telefoon uit. En probeer minder triggers te krijgen van social media als je vrienden uitgaan. Dan heb je ook geen, dan wil je ook niet daar ook naartoe. Dus zoek gewoon wat je zelf leuk vindt. Ga dat gewoon veel doen en veel trainen daarnaast, want die Ironman marathon is niet niks. Nou, wat ik zou zeggen tegen Paul, laat die drank even een keertje staan, want drank is altijd, maar de Ironman marathon niet. Dus ga hem lekker meer dan de Ironman marathon, even juist niet drinken en dan ga je weer door. En mijn advies is dat hij een hond neemt, want ik heb gehoord dat een hond kan niet tegen dronkenschap. Tegen een dronken baasje, zou ik maar zeggen. Dus ja. Als hij echt aan de drank verslaafd is, dan is dat misschien een oplossing. Ik zou het anders ook niet weten. Zo zie ik het. Als je een noodzaak en een verlangen hebt, dan is het makkelijk. Maar je moet eerst even kijken, heb je een noodzaak? Heb je een verlangen? En is dat werkelijk uiteindelijk wat je nodig hebt? Voor de rest, voor al de mensen die dit uiteindelijk zien, het staat min of meer in het teken van wees trouw aan jezelf. Ebroogie knopen. Oké. Hey Paul, als je op dit moment graag biertjes met je vrienden in de stad wilt drinken, dat is goed. Het betekent niet dat je faalt als je nu geen marathon loopt. Misschien is dat wel iets voor later. Ga bij jezelf na, wat wil ik nu op dit moment graag doen? En als je hierover wilt sparren, dan kun je altijd langskomen bij Jongerenstip. En dan gaan we nu rond de tafel zitten met de Girls on Topic. Dit is deel 2 van Girls on Topic. Vandaag duiken we nog dieper in het verhaal van Fereshta. Aanpassen aan je cultuur. Hoe doe je dat als je leeft binnen twee verschillende culturen? Om daarachter te komen hebben wij Fereshta uitgenodigd. Gevlucht uit Afghanistan op haar tweede, opgegroeid in Nederland, fashionblogger, masterstudent psychologie in Rotterdam, een familie- en vriendenmens. We hebben het nou even over aanpassen gehad. Wat heeft dat betekend voor jouw identiteit? Hoe heb jij dat naar voren gebracht? Ik denk dat het mijn identiteit toch wel wat sterker heeft gemaakt. Ja. Je leert jezelf beter kennen. En de ene die is daar wat meer bewuster mee bezig dan de ander. En nogmaals, je komt dagelijks of je krijgt dagelijks met uitdagingen te maken. En als je dat overwint, dan denk je wel van yes. Weet je, dan weer een opdracht voldaan of zo volgens jezelf. Maar ja, het heeft mijn identiteit wel sterk gemaakt. En mezelf beter leren kennen. En weten in wat ik wel of niet kan. Dus dat eigenlijk vooral, ja. Ik heb eigenlijk wel iets waar ik benieuwd naar ben. Jij zei net, ik heb best wel een multiculti omgeving. Mm-hmm. Maar heb je ook Nederlandse vriendinnen? Ja, jawel. Maar ik merk wel dat ik dat vooral op de middelbare school. Want ik zat eigenlijk vrijwel op een witte school. Ja. Toen. Ik was volgens mij de enige buitenlander toen. En ik heb me wel altijd thuis gevoeld. Het was niet dat ik buiten werd gesloten of wat dan ook. Oh, okay. Dus toen had ik wel vooral met de Nederlandse omgeving te maken. En na de middelbare school, ja, toen kwam ik echt in een multiculturele vriendengroep terecht. Ja. Dus, maar hoe reageerden die Nederlandse vriendinnen op jou bijvoorbeeld? Wel gewoon normaal? Konden ze wel begrip tonen voor jouw Afghaanse cultuur ook? Hadden ze er last van? Nee, totaal niet. Ik heb me, zoals ik al zei, ik heb me nooit buitengesloten gevoeld. Maar je merkt wel dat er enige nieuwsgierigheid is. Hè? Dus dan gaan ze vragen stellen van, goh, hoe zit dat nou bij jullie in de cultuur? Of bij jullie in het geloof? En wat dan ook. Ja, en dan leg je dat gewoon uit. En dan merk je wel dat er waardering naar is. Ja. En heb je wel eens iets gehad dat je bijvoorbeeld moest aanpassen aan hun? Ja en nee. Aan het begin was het wel een beetje, want ik zat op een niet-witte basisschool. Daar klopt. Had ik, hè? Want daar weet je, ze hebben dezelfde basisschool gezeten. Ja, klopt. Dus daar had je weer wel veel buitenlanders.
En toen kwam je op een middelbare school wat alleen maar wit was. Dus dan moest je wel een beetje hier en daar aan aanpassen. Je miste iets als in interactie of buitenlanders of Nederlanders met een migratieachtergrond. Die toch al wat meer begrip hadden voor jouw cultuur of wat dan ook. En ik zeg niet dat zij geen begrip hadden, maar het was lastiger om toch volledig jezelf te kunnen zijn. Zonder daar een bepaalde uitleg voor te geven voor wat je doet of handelt of noem maar op. Was dat lastig, steeds schakelen? Van bijvoorbeeld basisschool, middelbare school? Waren het toch onbewust wel, ja. Ja, als ik er nu al eens over nadenk, dan denk ik van, goh ja, er zijn wel veel schakelingen geweest. Ja, klopt. Maar uiteindelijk heb ik toch al mezelf gevonden en weet ik wie ik ben en waar ik me gewoon prettig bij voel en daar handel ik ook naar. Ja. Maar als je zo terugkijkt en terugblikt, ben je dan tevreden over hoe je je zo hebt aangepast aan de maatschappij? Ik wil niet hoogmoedig klinken, maar ik ben wel tevreden aan mijn aanpassingsvermogen. Mm-hmm. Ja. Achteraf denk ik toch wel dat het ook iets persoonlijks is. Het zit in mijn aard dat ik een sterk aanpassingsvermogen heb. En dat het eigenlijk zonder moeite gaat op de een of andere manier. Het is altijd een uitdaging om jezelf te vinden. En op een gegeven moment bereik je een fase in je leven dat je ook echt op zoek bent naar jezelf. Wie ben jij? Wat voor identiteit heb je? En ik denk dat die zoektocht levenslang door zal gaan. Het is niet dat het ooit op zou houden. En zoals ik al zei, de een is daar meer bewuster van dan de ander. Maar ik heb daar niet echt bepaald moeite mee gehad of zo. Dus aanpassingsvermogen zit er wel sterk in, gelukkig wel. Ja. Daar heb ik wel een voordeel mee. Heb je een punt waar je nog steeds moeite mee hebt? Aanpassen? Ik kan er nu niet echt op komen. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb toch al gemerkt dat hoe meer je jezelf bent. Klinkt toch al een beetje cliché, maar het is echt zo. Hoe meer je jezelf bent, hoe meer waardering er ook naar jou toe is. Ja, dat klopt. En de ene die kan daar wat beter mee omgaan als er weinig publiek is die wat waardering naar heeft dan de ander. Mm-hmm. Maar ik heb zoiets van, zo be het. Zolang mijn vrienden, mijn familie, mijn omgeving, mijn dichtbij omgeving daar wel waardering voor heeft. En wat minder aan de grote groep denken. Ja. Dat was het weer voor vandaag. Benieuwd naar deel 3? Wees er dan volgende week weer bij. En dan stellen we nu ons beeld scherp voor Panic in Beeld. Zijn we op het terrein Seven Hills Survival, waar ik in gesprek ga met jong ondernemer Julia Mulder. Zij gaat ons vertellen hoe ze van haar passie haar werk heeft gemaakt. Wie ben je en kun je wat vertellen over jezelf? Ik ben Julia, ik ben 27 jaar en ik ben heel graag buiten en daar heb ik ook mijn werk van gemaakt. Dus ik heb Bewegen in het Bos opgezet en neem mijn bike tours. Hoe heb je dat idee van de grond afgekregen? Nou, in eerste instantie ben ik na humanistiek gaan werken bij een team bij mensen thuis voor psychologische ondersteuning. En vanuit daar heb ik eigenlijk het idee opgezet om met mensen naar buiten te gaan. Dus één op één, bewegen in het bos. En ik mocht dat helemaal uitvoeren in dat team. Dat mocht ik zelf neerzetten, dus ik ben vanuit daar begonnen. En toen ben ik zelf een groep gaan opzetten, helemaal buiten de psychiatrie en psychologie. Vervolgens ben ik ook een groep voor kinderen gaan opzetten. Voor kinderen is wel met indicatie, die willen werken aan hun sociale vaardigheden. Dus zo ben ik langzaamaan steeds verder gekomen. Hoe is je passie voor bewegen gekomen? Ja, dat is eigenlijk iets wat ik al sinds kleins af aan al in me heb. Dus vroeger, toen ik klein was, toen speelde ik eigenlijk altijd buiten. Ik klom in de bomen, ik sportte eigenlijk elke dag. En vanaf mijn 7e ben ik dan gaan sportklimmen. Daarna ben ik karate gaan doen en nu doe ik survival. Dus ja, het is iets wat in me zit. Ja. Hoe kwam de fascinatie voor mensen? Mensen, ja, dat is eigenlijk een beetje gegroeid gedurende de opleiding. Ik vond het altijd heel leuk om naar mensen te kijken, naar de verschillen. En bij de opleiding, bij verpleegkunde, wilde ik eigenlijk eerst op de ambulance. Maar toen kregen we het vak psychiatrie en dat vond ik zo interessant. Gewoon, hoe werkt de mens? Hoe zit het in elkaar? Als ik mensen begeleid, is dat ik meer kijk naar de mogelijkheden. Ik ben natuurlijk ook geen psychiater, dus ik mag geen diagnose stellen. Maar ik kijk naar wat iemand kan.
En vanuit daar werken we. Je gaf net aan dat je ook kinderen met de indicatie traint. Ja. Hoe gaat dat precies? Nou, ik ben in eerste instantie begonnen met gewoon lesgeven aan kinderen hier op de zondagmiddag, op de trainingslocatie particulier. Maar het leek me heel leuk om met kinderen te werken die iets aan hun sociale ontwikkeling willen doen. Dus ik heb een speciale groep opgezet voor kinderen die aan hun sociale ontwikkeling willen werken. Het gaat op indicatie via de huisarts of sociaal wijkteam. Dan worden ze naar mij doorverwezen en dan ga ik met ze sporten. En tegelijkertijd werken we dus aan de sociale vaardigheden. En de kinderen met een indicatie, mm-hmm. Hoe lang valt zo'n kind dan onder jouw begeleiding? Ja, dat hangt er een beetje van af wat de wens van het kind is en wanneer die behaald wordt. Dus een kind kan bijvoorbeeld zeggen, ik wil graag leren hoe ik beter contact kan maken met andere kinderen. Dan gaan we stap voor stap kijken hoe dat loopt. En hoe bereid je dat voor? Maak je daar een plan voor? Ja, van tevoren ga ik op bezoek bij het kind. Dan maken we een doel en dat komt ook in het dossier. En vanuit daar schrijf ik ook elke week op hoe het gaat. En evalueer ik samen met het kind en dan kijken we hoe het loopt. En ook met verschillende instanties? Of... Ja, dat kan bijvoorbeeld via karakter zijn, via Antrea. Maar het wordt dus doorverwezen via het sociaal wijkteam en de huisarts. Er kan eigenlijk iedereen terechtkomen. Je neemt ook particulier klanten aan. Ja. Hoe komen die bij jou terecht? Particulier, dat doe ik altijd op dinsdagochtend. Dat is met een groepje mensen. En eigenlijk wat we doen is lekker rustig bewegen, doen oefeningen en we wandelen tussendoor. Dus eigenlijk kom je helemaal tot rust. Ik vond het een heel inspirerend gesprek. Ik vond het leuk om te zien hoe jullie jou op zo'n jonge leeftijd al zo ondernemend is ingesteld. Vond je deze video nou ook leuk en wil je meer zien? Check dan ons YouTube-kanaal. Wil je meer zien van Beeldbrengers? Dat kan! Op onze socials vind je meer afleveringen, losse clips, web-onlys en behind-the-scenes footage om eindeloos te kunnen bingen. Zelf beeldbrenger worden? Vul dan nu het formulier in op beeldbrengers.tv.